Hoe zit dat met die reptielen eigenlijk precies? Ja, nee, ja, dat is allemaal weer teruggetrokken. Baudet zei dat we eerst werden geregeerd door reptielen. En dat hadden we vandaag, zei hij, dat hadden jullie nooit zo letterlijk moeten nemen. Dat zei Gideon van Meijer ook nog voor mijn camera. Ja. Maar, nou, als u het woordenboek erop naslaat, de dikke vandalen, dan ziet u dat reptiel zowel een letterlijke als een figuurlijke betekenis heeft. En in de figuurlijke betekenis is het een verachtelijk wezen, een naarling. En in die betekenis had ik geen beter woord kunnen verzinnen. Wist u dat het woord liquideren ook verschillende betekenissen heeft? Volgens de dikke vandalen? Ja, daar ben ik me van bewust. Dus als iemand zegt de heer Baudet moet geliquideerd worden, dan kan dat dus ook iets anders betekenen volgens uw redenering? Nou, dan zou je mij moeten zeggen welke betekenis dat zou moeten zijn. Nou, volgens de dikke vandalen kan dat ook gewoon zijn weggestuurd worden. Nou ja, dat zou dan misschien... Ik heb dit woord niet opgezocht in de vandalen, maar wat een betekenis is van het woord liquideren, wegsturen. Dat zijn de betekenis. Ja, ja, ja. Je hoeft er niet meer naartoe. Je hoeft niet meer naar Den Haag. Ik neem geen advocaat mee. Ik neem meer een advocaat mee. Je bent klaar nu. Ja. Ik bedoel, hiermee is het gewoon klaar. Maar ik heb een idee over die Baudet. Hè. Hmm. Kijk, nu stemmen ze hem weg, wordt hij geschorst. En hij vindt het heerlijk. Ja, voor nevenwerkzaamheden. Dus die alle aandacht, ja. Maar ze moeten gewoon zeggen tegen die man... joh, neveninkomsten ben je verplicht om op te geven. Maar jij hoeft dat niet, hoor. Hmm. Doe jij maar waar je zin in hebt. En als die gaat staan, de oude hoeren daar, wat nergens op slaat... Allemaal applaudisseren. Nee, laat maar lullen. Gewoon koffie gaan drinken. Dan blijft alleen Wilders naar hem luisteren. Nou, dat kan geen kwaad.